Hey, welkom bij de tweede vlog. Vandaag gaan we jullie meenemen in onze technische inspectie. Dit wordt een hele spannende dag, omdat er vandaag gekeken gaat worden of onze auto veilig genoeg is, of er geen lekken zijn en of alle dimensies goed zijn. Maar ook moeten Feiko en ik onder de 10 seconden uit de auto zien te komen. En hierna, als we door de technische inspectie zijn gekomen, mogen we de baan opgaan. Dus we gaan jullie een beetje laten zien hoe dat eraan toe gaat vandaag. Blijf kijken. Dat is onze barista, Thomas. Lekker hoor. Hoe voelen we ons? We voelen ons lekker. We zijn bakje koffie, bakje pleur. We moeten nog even opstarten, denk ik. Maar dit gaat wel worden. Dit gaat wel worden. Alright. Julian, ons teammanager, staat op dit moment in de rij om een soort buzzer te halen. Als die afgaat, mogen we. Er wordt carbon geboord hier. Is dat de bedoeling, Channel? Dat is zeker niet de bedoeling. Er komen bijzonder veel gifstoffen zijn van deze carbon. Is dat niet goed voor je? Alsjeblieft niet thuis, jongens. Je mag op... Gaan we door de test komen? Ik denk sowieso uiteindelijk wel. Maar, Op welke onderdelen denk je dat het nog lastig gaat worden? Misschien bepaalde afmetingen en de rijhoogte. Gelukkig hebben we buzzer nummer 1. Eerst in de rij. Dus dat geeft wel speling voor eventuele aanpassingen. De buzzer is gegaan, we mogen naar de technische test. Ah joh, we lopen gewoon als een soort group effort. Ik denk dat we oprecht de eerste in de keuring zijn. Ja, met buzzer nummer 1. Met buzzer nummer 1 gaan wij als eerste de keuring in. Ik kan niet vliegen van Lars, toch? Andere hand. Lekker, jongen. Waarom is het goed? Wat was het minimum? 70. En anders moest Feiko weer gewicht meenemen tijdens de race. Oké, dus dit is goed? Dit is goed. Ja. De auto en de driver is gewogen. Klopt. Wat gaan we nu doen? Ik weet het niet eens. Mechanical design test. Elektronica. It's a very close time. Hoe ging het met de mechanische test? Tot nu toe nog goed. Ik ga de drivers nu checken. Ik denk dat hoe snel ze eruit gaat. Binnen 10 seconden. Dus we gaan zien of Feiko binnen 10 seconden de auto uit kan. Nou, Jannie heeft het al geoefend. Jannie heeft het al geoefend. 9,6 consistent. Dus wordt krap. Is indicators left and right and hazards can be other side. It probably won't work because the other it's different LEDs. So okay, signal works. So I'm gonna show him fingers. Yeah. He has to steer through the mirrors and he has to tell me how many fingers. Okay. Okay, that's done, So he was out in 10 seconds. That's 7!
Het ging heel goed. Wat is je geheim? Fijn, ik had de broek aan en ik was veel sneller, dus... Het is duidelijk wat de tactiek is. Someone came and they left the car's thing. Yeah. And the car caught someone's leg and he broke him. Oké, okay, joh, zijn we er doorheen? Dit deel? Bijna. We hebben nu wel, zijn er wel doorheen, gaan naar de volgende. Maar we moeten de trekhaak en de achterlamp nog even fixen en dan het vertellen. Dus bijna. Ja, een beetje jammer dat het op dit haakje niet goed gaat, maar het is een kwartier te fixen. Dus gewoon een kabeltje. Ja, en die MC moet ook nog gefixt worden, dus heel goed. Chief Engineer. Chief Engineer. Zo! 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 Wat was er niet goed aan? Picobello BV. Inmiddels is de trekhaak af. Is dit klaar voor deze? Ja, nee, die guy ging aan trekken en die zei het oké. Okay. Oh. Ja, creatie. Maar jullie willen van de binnenkant erin. Ja, ze hebben alleen het plekje uitzien. Bij welke inspectie staan we nu? Bij de rempjes. Ze moeten dus minimaal 3 mm dik zijn, de braking discs. Omdat als je ze gebruikt, komt er telkens een klein beetje metaal vanaf, waardoor er uiteindelijk een kans is dat hij minder goed remt omdat hij te dun is. Als hij genoeg breekt, dan komen we er doorheen. Maar volgend jaar als we mee zouden doen, zou het wel minimaal 3 moeten worden. Necessary to get now. This is exactly what we have. Yeah. Can we make it? Yeah. So this is what we have. Okay, that's what you have. So that's perfect. So this is what I want from you. But this is what we have. You keep it in your files. Yes. It's always been better than that. Ja. Maar was ook helemaal niet nodig. Was niet nodig, gelukkig. Maar wacht op. Electrical design, wacht even op het technical team, zodat ze klaar zijn met de andere kant. Nu al precies dezelfde. Dan mogen wij. Wat kan ze controleren allemaal? Ja, ze gaan nu kijken hoe het electrical systeem in elkaar zit. En of het allemaal is hoe het hoort. We moeten make sure it's flow. Ja. Ja, we don't wanna overvolt it. No, definitely not. We don't want that much energy. No. Moving around. Waar gaat u naar kijken? We gaan nu even kijken of alles wat we op de schematic hebben staan daadwerkelijk in de auto zit. En of het allemaal goed verbonden is. Is het in orde? We missen nog een beetje documentatie, maar dat moeten we gewoon even printen. En dan is het helemaal in orde. Wat checken ze nu? Checken of de solenoid valve normally closed is. Als er geen stroom op staat, moet de solenoid valve dicht zijn. Zodat als er stroom uitvalt, je automatisch waterstof gaat schotten. Wat zei de meneer bij Electrical Design over jouw... Over je rear suspension. Ja, zoals je dat ziet, mooi. Dus hij was blijkbaar tegen Liam, was hij de hele tijd stroef aan het doen. En op het einde zei hij tegen Liam, nou, die rear suspension die mag er wel wezen hoor. Die kan je in je zak steken. Net zoals jullie. Lieve kijkertjes. Lieve kijkertjes. Ja. 25, 26. Is dit circulair? Yes. Hoe groot moeten ze zijn? 5 vierkante centimeter.
Het stopt abrupt. Waarom stopt het? Fransen moeten lunchen, dus we moeten nu allemaal overlang stoppen. Als ik zeg, jullie! Stop! Dat was niet wel afgesproken. Oké, nee. Bob, wat heb je vast? Ja, ik heb eigenlijk een uitgeleden auto vast. Dit is het stuur en de back PCB van de auto. En we gaan nu dus eigenlijk een rondje lopen over het circuit. En wat informatie verzamelen, zodat we als het goed is een hele goede strategie uit kunnen maken. Oké. Dus eigenlijk lijkt het erop alsof we een rondje gaan rijden zonder auto. En hopelijk krijg je goede data. Moeten we nog ergens op letten tijdens het lopen? Nou ja, ik ga vooral een beetje kijken of er hobbels in de weg zitten die we echt wel moeten ontwijken. Voor de rest is het vooral belangrijk dat we op dit moment gewoon data krijgen. Want hoe eerder we die data hebben, des te eerder kunnen we echt nuttige tests gaan doen. Want anders moeten we zo meteen tijdens onze eerste test met de auto op het circuit deze data gaan verzamelen. Als we dat nu al kunnen doen, scheelt dat natuurlijk al heel veel tijd. Dat niet. Als je wist het onderzoek doen. Ik vind het echt geweldig. Op dit moment kan je gewoon eigenlijk zien waar alles bij elkaar komt. Het hele jaar. Het hele jaar, weet je. Hier naartoe gewerkt. Nou ja, niet per se dat hoor, want daar hebben we natuurlijk de wereldrecord over voor. Maar het is natuurlijk ook wel onderdeel van. En om nu ook gewoon echt ter plekke te zijn en op de track te lopen, dat is wel gewoon nice. Ja, ik ben nu eigenlijk gewoon bezig met de data die we net op de trackwalk hebben verzameld. Kijken of we daar wat mee kunnen doen. Ben je nu de strategie dan aan het bepalen? Of? Ik ben nu vooral de baan zelf aan het bepalen. Dus de boundaries waarbinnen we eigenlijk de strategie kunnen gaan bepalen. Kijk, wat gaan ze nu testen? We gaan nu kijken of wij allemaal leak tijd zijn. Hoe voelen we ons? Voorzichtig opgelucht. We kunnen voor zuigen als we er doorheen gaan. Dus, niet de laatste test, maar wel langs de laatste belangrijke test. Het gaat dus om dat ons waterstofsysteem gewoon lekker vrij kunnen krijgen. Er is nu nog een klein lek bij een van onze pressure regulators. Maar die is onze fuel cell engineer Hander op dit moment uit aan het halen. Hopelijk in ieder geval. Wat is de status? Nou, pressure regulator waar we net over hadden, kunnen we op deze korte termijn nog even niet lek vrij krijgen. Het is een bekend ding dat soms gewoon lastig is. Dus dat gaan we straks gewoon rustig even in de werkplaats proberen. We zijn nu nog even de laatste test aan het doen, nu specifiek telemetry. En daarna hebben we eigenlijk alle testen doorlopen en hoeven we dus alleen nog maar een paar dingetjes te fixen. Oké. Okay. Dus we zijn er bijna. Hopelijk. Nice. Hebben we er vertrouwen in de laatste check? Ja, sowieso. Het is ook niet een hele moeilijke als het goed is. Dus, ja, mooi. Het zou niet lang moeten duren. Oké. Okay. Oh nee. Ja, nee, dit is duidelijk vandaag. Thomas, heb jij een idee wat er dan aan de hand zou kunnen zijn? Ik heb geen idee. Oh. Kijk, nu lekt hij dus weer. Nu lekt hij letterlijk niet. Nou, hey. Slo, wat doe je? Even ontspannen. Wat gaan we doen? Volgens mij gaan we keihard winnen. We gaan keihard winnen. Hebben we er vertrouwen in, Florian? Ik heb er heel veel vertrouwen. Jij hebt alles natuurlijk van dichtbij gevolgd. Ja, als die leak gedicht wordt, dan zijn we er ook als eerste doorheen van onze klasse. Dus dat zou heel chill zijn. Zeker. Dan kunnen we morgen first things gaan testen. Bob heeft al lekker aan de strategie gezeten. Bob, jij hebt de baan verkend. Hoe zag dat eruit? Het ziet er prima uit. We hebben wel een flinke banking in de bochten, dat wordt een dingetje. Maar daar kan Feiko wel tegen sturen. Ah, kan het kwaad? Nee, het is helemaal niet erg, maar het was wel even schrikken. Wat vind je ervan? Ja, matig. Matig. We zijn afgekeurd voor één test. Kin omhoog. Morgenochtend, blik op morgen. Morgenochtend, ready, klaar, gaan. Hoppa.
binnen. Let's go. Check jullie later. Okay, jongens, kunnen we er geen genoeg van krijgen. Okay, boys. Ready? Dit is echt fucking leuk. Dude. We gaan gewoon door. Het is heel nice dat hij het 99% van de tijd doet hij het goed. Ja. En dan 1% van de tijd doet hij ineens weer kut. Ja, en we weten dus niet waar dat lek vandaan komt nu exact, want nu is hij fijn. Ja. En later weer niet meer fijn. Okay, maar denken jullie dat jullie klaar zijn voor morgen voor de laatste test? Ik denk dat we in de test wel doorkomen. Maar het is gewoon nice als we wel even zelf voor onszelf ook gewoon weten dat er geen laatste plek, dan zijn we ook efficiënter. Helaas. Alright. Helaas zijn we dus niet door de inspectie gekomen. Maar morgen is weer een dag en als we het dan wel halen, kunnen we de hele dag gelukkig testen. Dus we zullen jullie daar meenemen in de volgende vlog. En tot dan.